Het huis achter mij is het meest gefotografeerde huis in vestingstad Woudrichem. En dat heeft een reden, want in de tv-serie Dr. Tinus woont Dr. Tinus en houdt Dr. Tinus praktijk in dat huis. Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Het klopt. Er komt een vierde serie Dr. Tinus. In het vestingstadje gonst het van de geruchten dat er een nieuwe vierde serie van Dr. Tinus opgenomen gaat worden. Ja, ik ben gebeld door Dr. Tinus dan. En waarschijnlijk eind februari, begin maart komen ze weer terug. Dus. En dan willen ze weer gebruik maken van het café. Ondanks dat zender SBS6 en producent 4One Media niet willen bevestigen dat er een nieuwe en vierde seizoen komt, worden ondernemers en VVV in een stadje momenteel volop benaderd. De locatiescout die heeft gebeld naar de VVV om te vragen of we een ruimte hadden waar zij zich kunnen verkleden, waar ze kunnen eten, waar ze kunnen douchen. En in het najaar ben ik gebeld door de tekstschrijvers van Dr. Tinus om een stukje in het Woerkums, het dialect van Woudrichem, te vertalen. Ik ben 2 of 3 keer gebeld, dus ik neem aan dat het wel doorgaat. Het gaat door? Ja, denk het wel. Ik heb gehoord dat hier Dr. Tinus is opgenomen. En op het moment dat we staan te praten met Lizzie van Pelt van de VVV komt Daan voorbij. De Daan. Als de serie loopt, dan zijn ze natuurlijk met opnames bezig hier in Woudrichem. En dan loopt hij overal tussendoor het verkeer te regelen. Mensen zorgen dat ze op de goede plaats zijn. Hij doet van alles. Iedereen kent Daan. Hij verzorgt de vrijwilligers die meedoen, de figuranten die meedoen. Iedereen kent hem. Veel ondernemers zijn inmiddels al benaderd voor locatieverzoeken. Verzoeken om in bepaalde huizen, kroegen, bedrijven opnames te kunnen maken. Vanaf 1 maart tot 1 augustus hebben ze zo'n beetje al gepland dat ze hier zullen zitten. Af en aan natuurlijk, hè, want één moment filmen ze misschien ook in de studio of op andere plaatsen. Maar er wordt in Woudrichem weer gefilmd tussen 1 maart en 1 augustus. Een toast op de nieuwe huisarts van Roeken. Kleine Martje van me, tante Janne. Wat heeft deze serie voor het toerisme betekend voor dit vestingstadje? Heel veel. Er komen heel veel toeristen. En dagelijks, kan ik eigenlijk zeggen, zijn er mensen hier de Dr. Tinus-route aan het lopen. Op zoek naar de locaties. Waar zit het politiebureau uit de serie? Waar is het huis van Dr. Tinus natuurlijk? Meest gestelde vraag. Mensen treden in de voetsporen van Dr. Tinus.